Hoe handhaaf je als je niet weet dat iemand jouw persoonsgegevens verwerkt? Dat is de vraag die de wetgever zichzelf ook heeft gesteld. De wetgever wilde namelijk een systeem creëren waarin betrokkenen zelf hun eigen rechten kunnen handhaven, met een beetje hulp van de lokale autoriteit. Handhaving begint bij informatie, want zo werkt dat in ons civiele rechtssysteem. Als je iets wil, dan zul je dat moeten bewijzen. En juist dat bewijs is heel lastig, omdat de persoonsgegevens zich meestal in de administratie van een bedrijf bevinden. En daarom heeft de wetgever een aantal hulpmiddelen ingesteld om de betrokkenen te helpen bij het handhaven. En een van die hulpmiddelen is de informatieverplichting. De informatieverplichting is opgenomen in artikel 13 en 14. De meeste organisaties doen dat door middel van een privacy policy. En omdat de meeste organisaties ook persoonsgegevens verwerken, zullen ook bijna alle organisaties een privacy policy nodig hebben. Artikel 13 en 14 gaan uit dat een privacy policy duidelijk, helder en beknopt moet zijn. Je kunt dus niet wegkomen met ellenlange documenten met vage termen erin. Het moet begrijpelijk zijn. En dat is ook afhankelijk van het publiek dat je wil bereiken. Als je je richt, als de betrokkenen alleen maar universitair geschoold zijn, dan kun je wel moeilijkere termen gebruiken dan dat je betrokkenen alleen maar kinderen zijn. Zo'n privacy policy moet begrijpelijk zijn. In artikel 13 en 14 staat precies wat in zo'n privacy policy moet staan. Daar moet in staan welke persoonsgegevens je verwerkt, waarvoor je ze verwerkt, hoe lang je ze bewaart, op welke grondslag je ze verwerkt, of je ze aan derden uitgeeft en een aantal rechten van betrokkenen. Bijvoorbeeld, daar moet in staan dat iemand het recht heeft om te klagen bij de autoriteit persoonsgegevens of om het recht heeft om inzage te vragen. Dan is nog belangrijk het tijdstip waarop je de informatie moet geven. Er zijn twee situaties mogelijk. Ofwel, je hebt de informatie gekregen van de betrokkenen zelf. Denk aan dat je iemand zijn adres vraagt. Dan moet je dus de privacy policy laten zien voordat die informatie krijgt. En een voorbeeld is dat je op je website bij het contactformulier plaatst: kijk ook even naar onze privacy policy. Dan geef je dus op voorhand die informatie. Andere situatie is als jij gegeven van een andere bron krijgt. En dat is bijvoorbeeld het geval op het moment dat je onderzoek in open bronnen doet. Als je dat onderzoek in open bronnen doet, dan moet je dus, bijvoorbeeld in de Kamer van Koophandel, kun je zoeken naar eenmanszaken. Dat zijn persoonsgegevens. En die informatie krijg je van een andere bron. Je moet dan de betrokkenen toch informeren. En dat moet ofwel binnen 1 maand nadat je de informatie hebt verzameld, ofwel op het moment dat je contact opneemt met de betrokkenen, ofwel op het moment dat je de persoonsgegevens aan een derde doorgeeft. Er zijn een paar uitzonderingen op de verplichting om iemand te informeren als je de gegevens niet hebt verkregen van die persoon zelf. De eerste uitzondering is op het moment dat het bovenmatig veel inspanning zou kosten om dat te doen. En dan moet je denken aan de situatie dat je bijvoorbeeld de informatie hebt verzameld van 1 miljoen mensen. Je kunt die mensen niet allemaal informeren. Of dat je de mensen ook niet helemaal goed weet waar ze wonen of niet goed met ze in contact kunt komen. Een tweede uitzondering is op het moment dat jij de gegevens hebt verzameld uit hoogte van een beroepsgeheim. Ik hoef bijvoorbeeld niet iedereen te informeren dat ik informatie over ze in mijn systeem heb, want ik ben advocaat, ik heb een beroepsgeheim. Een derde situatie is als je de gegevens verkrijgt op grond van een wettelijke verplichting. En de vierde uitzondering is als de betrokkenen de informatie al heeft. Dit is overigens ook wel gewoon praktisch. Je kunt niet van iemand verwachten dat hij 1 miljoen mensen gaat opsporen en informeren. Maar het blijven wel uitzonderingen. Dat betekent dat je er terughoudend mee moet omgaan. Die informatieverplichting die werkt samen met de rechtmatige verwerking waar wij het vorige week over hadden.
Zoals ik vorige week of twee weken geleden al gezegd heb, kun je de bescherming van de AVG zien als een soort huis. Aan de rechterkant staat de rechtmatige verwerking, aan de linkerkant staat de informatieverplichting. Ik heb het vorige week gehad over de grondslagen. Je moet dus betrokkenen informeren over op welke grondslagen je een verwerking baseert. En dat is ook waarom je daar op voorhand over moet nadenken. Als je een betrokkenen verkeerd informeert, kun je niet achteraf zeggen van nou, ik bedoelde ook nog die grondslag. Dus je kunt niet later nog iets erbij verzinnen, want je moet iemand op voorhand informeren. En dan zie je ook hoe dat systeem samenwerkt. Aan de ene kant heb je de verplichting, aan de andere kant krijgt iemand informatie, waardoor hij weet of je aan een bepaalde, dat je die persoonsgegevens verwerkt en waarom je dat doet. En daarop steunt dan weer dat dak met de individuele rechten. Volgende week gaan wij het hebben over die individuele rechten. We gaan ze stuk voor stuk behandelen. Ik weet nog niet hoeveel tijd ik nodig heb per stuk. Dus misschien dat we er 2 of 3 in 1 filmpje kunnen doen. Je kunt mij volgen op dit sociale medium via de onderstaande link. En tot volgende week. Bedankt voor het kijken.